alle soorten vaccins die komen hier binnen, worden hier opgeslagen bij de condities die er moeten zijn. En worden vanuit hier ook weer doorgereden naar de partijen die die vaccinaties gaan zetten. Maar ook de spuiten en naalden komen hier binnen. Dus als straks iemand wil gaan vaccineren, krijgt hij uit deze locatie precies het aantal spuiten en naalden en vaccins binnen wat hij nodig heeft. De eerste vaccins, dat is een kleine levering, die komt binnen op 26 december en kort daarna, 28 december, komt de grote levering binnen. En dat betekent dat we kunnen starten op 8 januari met de eerste vaccinaties. Ik denk dat dat komt omdat een aantal landen eerder begint. Dus die beginnen heel snel met vaccineren, dit jaar nog. Maar voor een groot deel van die landen is dat wat ze zelf ook noemen een symbolische vaccinatie. Even heel simpel gezegd, ze trekken eigenlijk een doos vaccins open, ze vaccineren daarmee. En daarna gaan ze weer verder met de voorbereidingen voor de daadwerkelijke start van de vaccinatie. Wij kiezen ervoor om echt de documentatie van de EMA af te wachten op basis daarvan ook een medische richtlijn te maken. En op basis daarvan te kijken wie nodigen we hiervoor uit en die informatie ook te gebruiken bij de uitnodiging. Dat is nu echt nog wel moeilijk te plannen. En de rest van Nederland is een hele grote groep. Waarbij bijvoorbeeld ouderen eerder zullen worden uitgenodigd dan bijvoorbeeld gezonde mensen van 20, 30 jaar. Dus het hangt ook een beetje af van in welke doelgroep je zit. En het hangt ook van af wanneer de vaccins precies geleverd worden. Ja, het is echt heel mooi om te zien hoe hier het concreet allemaal klaar staat. Ik wou zeggen, je krijgt het te warm van. Maar eigenlijk krijg je het heel koud van als je in die vriezer staat. Maar het is echt heel mooi om te zien hoe het hier voorbereid is en hoeveel jarenlange ervaring hier aanwezig is en te zien is in hoe alles is voorbereid.